Goedemorgen iedereen, welkom bij Vlogmas. Dag 21, Christmas is coming, staat er op het zakje. Nou, dat kunnen we wel zeggen, ja. Het gaat echt razendsnel nu. Oh, kijk nou eens eventjes. Wat een prachtige kleur. Hallo, ga eens in focus. Ja, dank u. Wat een prachtige kleur. Ik vind het zo jammer dat dit van de week voorbij is. En dan mag ik natuurlijk wel lekker gaan breien. Maar ja, ik vind zo'n cadeautjes 's morgens en elke ochtend even goedemorgen tegen jullie allemaal zeggen. Dat vind ik zo gezellig. Dus, maar goed, aan alle mooie leuke dingen komt natuurlijk ook een eind. En gelukkig zijn er dan altijd weer heel veel nieuwe leuke dingen die klaarstaan. Tot later. Voor mijn filmpjes gebruik ik mijn Bamboek om aan te geven welk filmpje ik mee begin. Want ik maak natuurlijk zoveel filmpjes en helemaal nu Vlogmas erbij is, dat ik heel vaak gewoon niet meer precies weet welk filmpje waarbij hoort. Dus ik ga nu het adventskalenderpatroon doen. En ik begin met de opzet in het Nederlands. Take 1. Als ik dit dan in beeld heb, dan als ik mijn filmpjes dan inlaat, dan laat hij dit als eerste zien. Laat ik het zo even dichtbij zien. En dan start ik de camera en dan weet ik waar het bij hoort. Want ik weet anders gewoon niet meer hoe ik de boel uit elkaar moet houden. Moet ik elke keer een filmpje aanklikken? Moet ik elke keer eerst weer het begin luisteren? Dus toen zei Rob, joh, je hebt die Bamboek, daar kun je dus met een soort uitwisbare stift. En hier zit, dat is interessant. Oh, kijk, hier is die. Hier zit een spraybottle in, die je gewoon met water vult. En dan spray je het in. Het zit in een mooi hoesje, dus altijd prachtig. En dan veeg je het weer zo uit. En dan is je pagina weer helemaal klaar om nieuw te beginnen. Dus ik ga lekker aan de slag. Oké, beetje een vreemde hoek dit. Maar mijn statief staat ingericht om mijn handen te filmen. En ik heb eventjes geen andere hoge dingen, dus jullie staan in mijn Notions bag. ik lag wel, maar ik had helemaal niet zo'n leuke dag vandaag. Niks bijzonders hoor, maar alles wat er mis kon gaan, dat ging ook mis. Dus ik heb wel de hele dag boven gezeten om te filmen, maar ik ben dus nog niet klaar met de filmpjes die ik nodig had. Ik had bedacht dat ik dat op een beetje eenvoudige manier ging doen, maar dat plannetje werkte helemaal niet. Dus dat was jammer. Het goede nieuws is wel, ik moet denk ik nog 2 maal de boord of zo en dan kan ik afkanten. En dan kan ik morgen de soak en blok doen. Dus dat is dan wel weer heel fijn. En we hebben alle kerstboodschappen in huis. Hey, dan ben ik echt level up qua organisatie volgens mij, hè? Het enige wat we niet konden kopen, dat was Irish Velvet. Dat is spul waar wij Irish koffie van zetten. En de meneer van de Gal en Gal beweerde dat ze dat nooit gehad hadden. En dat vind ik apart, want we hebben het altijd bij hun gekocht. Dus, maar goed. En dat vind ik zo grappig. Dan gaat iemand zeggen, ja, nee, maar ik heb wel Irish dit en ik heb wel Irish dat. En dan denk ik, ja, maar dat vraag ik toch allemaal niet. Dus, maar goed, we moeten dus nog eventjes langs een andere slijter. Daar hebben we nog plenty tijd voor natuurlijk. En zaterdag moeten we nog de bestelling bij de bakker en bij de poelier ophalen. Maar alles onder controle. Dus dat is fijn. Ik heb nog een paar vragen al binnengekregen of al opgeschreven, maar nog niet beantwoord. En onder andere eentje van Lydia, die vraagt, waar haal je de inspiratie
voor een nieuw patroonontwerp vandaan? En dat vind ik best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Vaak begint het bij mij met verschillende soorten steekjes uitproberen, kijken wat dat voor een effect heeft. Ik ben nu voor het 40 dagen project ben ik bezig en ik dacht eerst van, oh, er moet nog iets bij, weet je, moet ik meer kleuren doen, moet ik mohair bijvoorbeeld bij doen, hè. Allemaal besloten om dat niet te doen. Ik ga vrij dicht bij de basis ontwerpen met een paar hele mooie patroonranden erin en mooie kraaltjes erin. Dus en vaak is dat dan een steekje wat ik al eens in een ander project gebruikt heb, bijvoorbeeld in het patroon wat bij de adventskalender zit. Daar zitten ook een paar hele mooie steekjes bij. En ik zeg niet dat ik niet ook daar een steekje uit ga proberen. Maar als ik nou bijvoorbeeld kijk naar de Noord-Brabant Provinciaal. Hè? Dat was echt wel, qua ontwerpen was dat echt wel een ding. Dat alles wat erin zat wilde ik ook wel een betekenis laten hebben. En toen ben ik echt gaan kijken naar vormen en herhalingen en een bepaald ritme. En nou ja, het was de eerste keer dat ik die vorm sjaal ging ontwerpen. Dat vond ik ook best wel een dingetje. Maar ik was bijvoorbeeld heel blij met de rand die aan de bovenkant zit. Dat is echt zo mooi geworden. En ja, dat is gewoon eigenlijk door uitproberen is het ontstaan. Voor het patroon van de adventsjaals, deze en die van vorig jaar, dat waren natuurlijk met allemaal grafische patroontjes erin. Ja, ik heb heel vaak van dit soort ruitjes papier. En waar is mijn boekje waarin ik, wat ik er straks liet zien. Dit is van dat stipjespapier, van dat bullet journal papier. Of nou ja, dit is natuurlijk niet echt papier. Dan teken ik daar een canvasje op uit. Oh, er zitten hier vast nog wel canvasjes in ook. Eens even kijken. Oh ja hoor, hier, kijk. 2022 heb ik uitgetekend. Zit niet in de sjaal. Spoiler! Hier zo iets met de kerstboompjes wat ik voor het oudere fonds moest uittekenen. Maar ook het canvas voor het ontwerp van een kerstbal. Hier zitten nog ingekleurde patroontjes. Weet je, dus ik zit heel vaak gewoon dat voor te rommelen en te proberen. En dan sommige dingen worden wat. En sommige dingen worden niks. Of die worden op een ander tijdstip wat. Dus wat ik ook heel leuk vind. Ik heb behoorlijk veel aan Zentangle-achtige dingen gedaan. En deze heb ik zelf gemaakt. En ook dat helpt mij echt. Omdat je dan... Er zijn van die patroontjes die dan steeds herhalen en bijna op een Escher-achtige manier gebruikt kunnen worden. En dat is gewoon, nou ja, ieder ontwerp ontstaat weer helemaal vanuit een blanco canvas. Maar al die technieken en al die kleine proefjes, dat gebruik je daar gewoon allemaal bij. Ik vind het zo moeilijk om uit te leggen, maar ik vind het wel een hele leuke vraag, Lydia. Ik hoop dat ik hem een beetje beantwoord heb. En anders dan mag je nog wat gerichter vragen. Dan, dat kan natuurlijk ook. En Crea Jani die vroeg ook nog, hoe ben je begonnen met wolverven? Of ik een cursus gedaan had of zelf proberen en verder ontwikkeld? Nou ja, ik heb een paar keer met een goede vriendin wol geverfd. Dus daar had ik de kunst wel een beetje, kon ik een beetje afkijken.
En toen ik afgelopen augustus uitgenodigd was om op de Knit & Not te staan in Tilburg. Ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. En dan ga ik hem editen. En het is nu 7:05, dus ik wil ook nog even op Clubhouse kletsen. Mijn sjaal even afmaken. En dan gaan we van een rustige avond genieten. En dan hoop ik dat de dingen morgen allemaal wat beter lukken. Dat zou ik echt leuk vinden. Maar goed, dat zien we morgen dan wel weer. Breien blij. Dag!